De Flora A is vandaag het criminaliteitspreventieprogramma Soccer Against Crime gelanceerd. Het programma is een initiatief van jeugdwerker Milton Tuart. Volgens hem is gebleken dat steeds meer jongeren van Flora en omgeving de school verlaten en het pad van de criminaliteit kiezen. En daarom heeft Tuart het project gelanceerd. Bij Soccer Against Crime gaat het om een voetbalwedstrijd waarbij 16 jongens van Flora B, 8 jongens van het Marowijnenproject en 8 jongens van Flora A in de leeftijdsklasse van 15 tot 25 jaar voetballen tegen criminaliteit. De wedstrijd is vanmorgen gespeeld op het Albiflow Sportveld, de Flora B. Initiatiefnemer Tuart is blij dat de jongeren gehoor hebben gegeven aan zijn oproep. Ik heb het initiatief genomen voor organiseer Azanja Soccer Against Crime. Maar uiteindelijk ben ik niet de persoon die het doet. Jullie zijn de mensen die het gaan doen. Ik heb slechts het initiatief genomen en na Uno Odu Aroko. Omdat Anami Opleya Bal tegen criminaliteit, maar het zijn jullie die het gaan doen. En ik bewonder jullie dat jullie het initiatief hebben genomen. Meer is de. Want street party ben de, dus wat toen man verslaap ben. Maar uiteindelijk zijn jullie hier. Dus als aan ego, geef je nog een applaus. We gaan vandaag een beetje voetballen tegen criminaliteit. Dat geeft aan dat je dit jaar, ik geef aan dat je ook toe de tegen criminaliteit. Voorafgaand aan de wedstrijd hebben verschillende sprekers, waaronder een vertegenwoordiger van de politie en de landelijke coördinator van het Resistance and Prevention programma, RAP, de jongeren bemoedigd. Johannes Anantoué, onderinspecteur van politie op het bureau Flora, juicht het initiatief om te voetballen tegen criminaliteit enorm toe. Een heleboel van jullie hier, jongeren van Flora, ik begrijp, de leeftijdsklasse ligt tussen 16 en 25 jaar. Ik zie jullie en omgekeerd ook. Ik kan op dit moment niet aangeven in cijfers hoe het zit met crime in Flora. Maar geloof me, als we overal moeten kijken, een pilaar op Flora die weet zeker dat het ding omhoog gaat. En we zijn er niet blij mee. De politieorganisatie is er niet blij mee. U ook niet. Vandaar dat wij toejuichen het initiatief van de organisaties. Het thema Soccer Against Crime, dat is een fantastisch thema. Want het RUF-programma heeft allemaal te maken met crime prevention. En ik weet dat in elk een van u dat er een winnaar is. Eigenlijk tonen we in de eerder living in praxeer, dit is van Jaski Bakati. Mina Winiman, Papa Veld. En omdat het soccer is, omdat het thema is soccer against crime, no matter welke ploeg ook wint, criminaliteit, tegen criminaliteit, zo te spelen. Dus dat is alvast victory. En ik wil jullie vooral veel zegen toewensen. Lilian Diebers, landelijke coördinator van het Resistance and Prevention programma. En daarvoor politieonderinspecteur Johannes Anantoué. Ze spraken vanmorgen bij de start van het Soccer Against Crime criminaliteitspreventieprogramma De Flora en Omgeving.